Hallo kijkers van Hiepte, ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met de Crowds. Vanavond ben ik hier gebleven en we hebben ja, deze aflevering denk ik wel nog wel een beetje een probleem. Omdat we eigenlijk helemaal geen muren meer aan één kant hebben. Dus dat gaat misschien nog wel een probleem kunnen veroorzaken als we geen geld hebben. Dat moet ik eigenlijk niet hebben. Want hier is de muur ongeveer nog wel goed. Oké, de farms die lijkt me ook nog steeds te werken. Dat is aan de ene kant ook nog wel positief. En ik weet ook niet precies of ze hier nog geld farmen op een grote hoeveelheid. Niet echt. Dus ik hoop eigenlijk ook niet dat er vannacht een hele grote aanval komt, want dan zijn we gewoon gelijk alweer een probleem. Want zoals je kan zien, begint ook alweer te sneeuwen en dat is ook niet echt goed. Niks, geen money. Dat is jammer. Oh, jij gaat er niet af. Die gaat er zeker niet af. Ik wil het niet kwijt. Duurt lang. Komt geen monster, niks. Nou ja, oké. Yay, coins. Dan kunnen we in ieder geval één beetje alvast weer fixen. En zoals je kunt horen, ben ik ook behoorlijk verkouden. Sorry daarvoor. Maar het is weer zover. Zo, misschien nog even twee builders. En nog een aantal artjes. Ik vind het wel jammer dat het alweer winter wordt, want dan krijgen we zo weinig geld. Sportels aanvallen, dat wordt hem denk ik even niet. Dus ik denk dat ik ook in deze serie dat ik gewoon even de winter ga skippen, denk ik. Want in de winter is gewoon zo weinig te doen, dus dan kan ik beter gewoon eventjes skippen en dan gewoon doorgaan wanneer het weer lente wordt. Ja, ik weet niet precies hoeveel dagen dat is ongeveer. Dat het winter blijft, maar een tijdje.
Zo, die heeft me nog een schild gehaald, jongen. Niet normaal. Dus dan kan ik beter een beetje investeren in archers en zo. Ik weet ook niet precies of pikemans nog een goed idee is. Oké, één muur is sowieso klaar. Oké, een ander ook. Mooi. Een katapult aan deze kant is natuurlijk ook geen slecht idee. Even kijken, waar was die volgende meer? Oh ja, hier. Want deze muur die kunnen we in principe ook nog behoorlijk goed gebruiken als we ooit die boot willen gaan maken. Oh ja, maar we hebben natuurlijk ook nog een ballista verderop staan. En die zit natuurlijk ook al nog wel een beetje kapot. Ja, we hebben nog veel mensen kwijtgeraakt. Maar we hebben er ook in ieder geval alweer wat terug. Er zijn ook nog best wel wat konijntjes. Oké, zoals je ziet, stoppen de farmers er ook mee. Ga maar eens even kijken of er toevallig nog wat te vissen valt. Ik denk het haast niet, maar ik weet niet. Oh wauw, Rip. Zijn net al die andere mensen weer weggespawnd. Ja, die ballista doet daar natuurlijk nog wel zijn werk. En we hebben natuurlijk hier nog een katapult staan, een ballista verderop, nou, een aantal archers. Zo, ik geef ook nog twee mensen even van die pijlen bogen. Maar ik ga nu deze aflevering afsluiten. Dus ik ga nu ook de winter weer eventjes skippen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef like op mijn kanaal. En dan zie ik volgende keer weer. Later.